never waste a breath. Callista is altijd wel leuk om tegen te gaan. En dan denkt ze al in te kunnen gaan en dan heal ik gewoon telkens erbij. En dan gaat mijn AD Carry gaat dan weer net niet dood. En dan is Callista heel laag en dan gaat Callista dood. Zo gaat het elke keer. Dus Nautilus support. To heal and protect. 30 seconds until minions spawn. Gracefully. En we hebben een sneaky. Sneaky. Time to go. Ja, ze speelde toen Twitch ook een tijdje, telkens in de LCS. Maar hij heeft echt een hele lage winrate. Minions van has solo queue. Dus we hebben eigenlijk nu alweer, we hebben eigenlijk alweer 5% minder kans om te winnen omdat we gewoon Twitch hebben. Precies. That's effect. And a spear behind it. Nee, niet Xenia. Oh mijn god, die speer. Die had gemist met elkaar gereden geworden. Die basic attacks zijn deze volgende battle klaar. Yes. Mm-hmm. Echt waar? Nee. The whole world in balance. They will... Hoe moet ik het spelen tegen? Hoe moet ik nou met deze troll farmen? Het is echt onmogelijk. Die stacks op kunnen zetten. Dat is een goede troll. Ik snap niet dat hij de telt weer moet verwijderen. Wat willen ze nou? This is my path. Dit is wel echt de slechtste farmer die ik ooit gespeeld heb. Dit is wel echt zo niet te doen.
And I'm out of here. Kan op zich een bot teleporten als jullie zeggen. Zorg dat hij daar een waard heeft. Ja. Ja. Fles er naartoe en waard het. Zeg anders maar als ik kan teleporten. Ik wil tweede bordjes zetten dan, hè? Ja, ik had nog geen vraag, anders had ik er één niet even gezet. Nou, dit is alleen maar dat een katse. Wat is er? Wat? Nou mooi. Moet ik dat elke keer weten? Ja, nou. Wat flauw. Hij was ook level 6, dat was flauw. To heal and protect. I'll be right under. Yeah, dude, Annie. Where am I needed? Annie. He's still there. Hoe heb ik in godsnaam nog 40 farm? Kost die eens zoveel mana? Where am I needed? The whole world in balance.
Never waste a breath. Every step, a new journey. To heal and protect. Rabbit! What does May need? This is my path. Oh my god. Wat was er nou weer dan? Jump te halen? Ze flashen over de muur en toen gebruikten ze die E, die jump om. Maar de visser ging over de muur heen, maar ze had hem alsnog, dus. Yeah. Ja, probeer mij dan bij die beet. Gracefully. Het was zo net wat het doet. Nee, die flash ik gewoon weg. Every step, a new journey. Never waste a breath. The whole world in Your team has destroyed a turret. Then binnenkort weer normal game spelen. This is my path. Unstoppable. Dat is ook altijd heel leuk in brons. Heb dat nooit door. For peace of mind. Shut down. To heal and protect. Gracefully. Enemy killing. Ik heb lekker te laat gebeurd. I heed their call. Where am I?
vis ult zijn. Nou, ja, dat is een mooie ult. Vis teleporten hier en dan deed hij de ult daarna toen we helemaal niemand stond. Hij deed die ult even helemaal naar iemand waar helemaal niemand stond. Oh, ik had bijna nog die eens gekild en toen werd hij ineens opgezogen. Oh ja, dat... Maar Twitch had hem gekild volgens mij. Kun je mij scoren? Is hij een noob genoeg? To heal and protect. Ze zei may I go top, hoopte ik niet dat ze zei may I go feet top. Oh, die damage op mij. Ja, dat is helemaal niet voor mij. The whole world in balance. Wow, die bommen zien er vet uit. Oh, nu heb ik super effect. Ja, nee, dat was mijn schuld, ja. Wacht, wat een fucking idiot. Oh, wauw, dit is die... Oh, die Urshin Strike, die doet ook echt physical damage. Shut down. An enemy is unstoppable. Where am I needed? Ja, ik heb er nooit zo'n fucking overbouwd, die champion aan. Die was vroeger ook altijd zo overbouwd en nu hebben ze zijn bullshit weer aan. Pik 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 pik. Die Lurens Echo werkt er dan ook nog weer. Ja, dat krijg je net een leuke damage. I
Do it! Fucking idiot! The whole world in balance. You want such hatred in their heart. This song is super lame with this bitch. This is my path. Die vissels wordt helemaal van bijna dood, maar ik doe niet genoeg damage om hem te killen. Gracefully. Kijk, ik zie die crap op toplijn nu dan. Dat gaat toch nergens over? For peace of mind. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. I has been slain. Enemy killing spree. Get out of here. This is my path. The first damage of my turret. De eerste damage op onze bot turret. Ja, dat deed net vis op de turret ook, maar die één hit dat ding gewoon. To heal and protect. Ja,
Every step, a new journey. Never waste a breath. The whole world in balance. Where am I needed? I lend my aid. You're looking a little green. Gracefully. Who have a giant drag? Who have a session for dragons? And if I don't know. Never wait. Every step, a new journey. Sneaky, sneaky. The whole world in balance. Fuck, heeft hij nou gewoon mijn halve turret alweer? Dat gaat... To heal and protect. Gracefully. Ik weet niet wat de twist nou mee had gedaan, maar zonder mijn hadden we echt goed. Je moet ook nog damage doen. Ja, waarom is dat ding nou weer full HP? This is my path. Violence cannot go unanswered. Killing spree. Lol, my fault. Your team has
has destroyed a turret. Holy fucking shit, the damage from him. Okay, kan met die ulti van de dekkeur nu ook. Wat kun je met die ult van Zeke nu? Kun je nu ook dat, hoe heet dat, van die inhibit is niet zo aanvallen. Ja. Ik ga alleen laten, dat gaat niet werken. Wat? Hoe heb ik daar niet een assist op? Ik heb toch gewoon geult? Ja. Ik weet eigenlijk nooit echt wat ik moet kopen tegen en ik weet eigenlijk nooit echt wat ik moet kopen tegen zo'n vis die dan zo'n beeld heeft. Nou ja, dat zal wel goed uit. Hij is toch een attack speed en gewoon AD. Ja, maar ook AP, dus ja, ik weet het nooit. Nou ja, in ieder geval zo'n attack speed, dat is voornamelijk. Every step, a new journey. En hexdrain kost wel. Nou ja, dat koop je niet gewoon. Koop ook niet op zo'n raken. Oh, die Kalista damage. Wow, die dikke outplay. Nee. Je neemt wat van Raka. Ah, die dik. Dat is jammer. Die Gragas heeft gewoon echt puur en alleen maar HP gekocht. En Magic Resist. Maar geen armor ofzo. Oh, en hebben al de 5 player. Wat een dood, ik was aan het typen. Dat zag er pas weer mooi uit. Ja, ik weet, Nidalee die heeft wel veel kills ofzo, maar ze heeft niet echt veel jungle height ofzo, of het voelen. Wow, wat gebeurt er nou? Nou, die Nidalee moet ophouden. To heal and protect.
The whole world in balance. I lend my aid. Deze gaat er wel aan. Hebben we nog weer die step, a new journey. Heron. We gaan Baron doen. To heal and protect. De... I'll be right under. Ja, die Sixie kan lullen wat hij wil, maar hij zit zich... Hij hoeft alleen maar bij ons te blijven en dan is er niks aan de hand. Maar hij zit de hele tijd in zijn eentje, gaat hij er dan helemaal omheen lopen? We kunnen toch nooit bij hem komen als hij daar gaat zitten trollen? Waarom niet eens één dragon, man? Oh, ik kan mijn Ludens kopen. Doe ze dan meer AP of AD damage? Doet die vis met... Dan zal ik gewoon... AD.
Oh, bad. Oh, come on, the damage! He ran to deal enough damage. Hoe gingen jullie nou überhaupt dood? Waarom gingen jullie... Die Nidli die dacht die dag weer de dragon te kunnen stelen ofzo. Never waste a breath. En ik hield haar echt een miljoen erbij, maar die 6 ulti deed echt... Echt tweede hè, van een HP eraf. En toen kwam nog zo'n bal achteraan, toen had ik nog 10 HP over. Toen dacht Fish van... Toen was Fish geteleport daar naartoe. This is my path. Sneaky, sneaky. Oh, it's Calm Baron. Yeah.
never waste a breath. They get bored in Italy and the anime. Well, idiot. Did you say?